Laatste ronde die als eerste werd ingedraaid door Gypsy Derpion. Die staat onder druk aan de buitenkant van Ungaro de Lou. De buitenkant schuift ook op. De 11 Fast and Rock. Fast and Rock die een koers voor de moraal krijgt. Nou, niks is beter voor de moraal dan winnen. En hij is onderweg naar voren. Vierde plek ligt hij nu. De derde plek is voor de 6 Fabian Darchis. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Rechte lijn overzijde waar deze leidt. En dat is Ungaro de Lou. Ungaro de Lou in de PD-kleuren. Heeft een voorsprong gepakt, een duidelijke voorsprong. Gypsy Derpion op plaats 2. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Fabian Darchi. Die nog genoeg in de hand heeft, maar daar nog maar 600 meter de tijd voor heeft om er iets mee te doen. En zo gaan ze de laatste bocht in. En Kooijman is behoorlijk ver weg met Ungaro de Lou. Ungaro de Lou gaat als eerste de laatste bocht door. En inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Daarachter op de tweede plaats ligt Gypsy Derpion. Derde plaats is voor de 6, Fabian Darchi. En de rest moet voorlopig even passen. Deze drie paarden ruim voor de rest. Binnendoor komt naar voren Falco du Bordage en die gaat naar plaats 4. Paard in de laatste rechte lijn. Het zou een enorme stunt zijn als Ungaro de Lou dat redt. Maar daar begint het wel op te lijken. Ungaro de Lou. Nu pas wordt de eindsprint ingezet door de 6, Fabian Darchi. Dat is aan de late kant, want Ungaro de Lou geeft dat niet meer weg. Gypsy Derpion wordt tweede. En de derde plaats is voor de 6, Fabian Darchi. En de vierde plaats Falco du Bordage en Rosalie Jansen. Start is gevallen. Start valt en de 1 maakt de reling vrij voor Jos. Dat is niet handig, maar daar wil Jos gelijk in. Maar Jos kan daar niet door en springt weg. De 9 maakt een fout, Helencio. En de koers is voor Helencio waarschijnlijk gelijk voorbij. Paarden gaan de bocht door. En de rechte lijn overzijde in. En daar leidt de 6 en dat is Fabian Darchi. Daarachter aan de relingzijde Frederique Noor. Goed weggegaan. Daar aan de buitenkant naast Falco de Bordage. En de vierde plek is voor Gypsy Derpion. En daarachter volgt dan in het tweede spoor de medefavoriet en dat is Hero d'Azur. Leiding wordt nu overgenomen door Falco du Bordage. We hebben 2 uitgeschakelde paarden. De 9 is eruit en de 12 is eruit. Ook de 12 Falcanor. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Falco du Bordage leidt, maar krijgt druk aan de buitenzijde. En we gaan de volgende bocht in en de 6 komt weer terug. Fabian Darchis. Fabian Darchis, Falco du Bordage, daar komt aan de buitenkant de medefavoriet naar voren. Hero d'Azur wordt gevolgd door Gypsy Derpion in het tweede spoor. Ook in het ongalopade daar van Hero d'Azur. Hero d'Azur maakt een fout bij het uitkomen van die bocht en wordt nog niet gezet door Bakker. En het gaat hem ook niet meer op tijd lukken. Dus dat houdt in dat de beide favorieten er nu uit zijn. En zo zijn de deelnemers een ronde ruim van de finish verwijderd. Leiding wordt nu overgenomen aan de buitenkant door Gypsy Derpion. Gypsy Derpion, Fabian Darchis, daarachter aan de buitenkant Ungaro de Lou. En zo gaan de paarden dan de laatste ronde in. De laatste ronde die als eerste werd ingedraaid door Gypsy Derpion. Maar die staat onder druk aan de buitenkant van Ungaro de Lou. De buitenkant schuift ook op. De 11 Fast and Rock. Fast and Rock die een koers voor de moraal krijgt. Nou, niks is beter voor de moraal dan winnen. En hij is onderweg naar voren. Vierde plek ligt hij nu. De derde plek is voor de 6 Fabian Darchis. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Rechte lijn overzijde waar deze leidt. En dat is Ungaro de Lou. Ungaro de Lou in de PD-kleuren. Heeft een voorsprong gepakt, een duidelijke voorsprong. Gypsy Derpion op plaats 2. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Fabian Darchi. Die nog genoeg in de hand heeft, maar daar nog maar 600 meter de tijd voor heeft om er iets mee te doen. En zo gaan ze de laatste bocht in. En Kooijman is behoorlijk ver weg met Ungaro de Lou. Ungaro de Lou gaat als eerste de laatste bocht door. En inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Daarachter op de tweede plaats ligt Gypsy Derpion. Derde plaats is voor de 6, Fabian Darchi. En de rest moet voorlopig even passen. Deze drie paarden ruim voor de rest. Binnendoor komt naar voren Falco du Bordage en die gaat naar plaats 4. Paard in de laatste rechte lijn. Het zou een enorme stunt zijn als Ungaro de Lou dat redt. Maar daar begint het wel op te lijken. Ungaro de Lou. Nu pas wordt de eindsprint ingezet door de 6, Fabian Darchi. Dat is aan de late kant, want Ungaro de Lou geeft dat niet meer weg. Gypsy Derpion wordt tweede. En de derde plaats is voor de 6, Fabian Darchi. En de vierde plaats Falco du Bordage en Rosalie Jansen.